steht an der Teststafel. Binnen onze gemeente. Bestuurders uit de regio, het gemeentepersoneel, leden van de vrijwillige brandweer en alle andere genodigden en gasten. Ieder hartelijk welkom. Ik wil nu de vergadering openen met het uitspreken van het ambtsgebed. Aan de griffier die het de koninklijke benoemingsbesluit voor zal lezen. Ik geef het woord aan de heer Kok. Een woord van welkom te spreken tot de nieuwe burgemeester
mevrouw Van der Velde. Eveneens een hartelijk welkom voor de overige familieleden. In de eerste plaats mag ik u van harte feliciteren met uw benoeming tot burgemeester van onze gemeente. Mevrouw als eerste burger, dat is een cultuurschok. Persoonlijk zult u in het begin met arm zelf worden gehoord. Onze fractie in achterban naar het tegenwoordig dat u dus niet op u is te zien. Mevrouw vraagt dat uw fiets is. Ja, ik hoor het wel, ja, ja. Maar. Ik zou het er wel op houden, toch? Het houdt erop, hoor, ja. Ja, ja het houdt erop.
allemaal hier aanwezig. Ook dit jaar bent u 61 jaar na dato in grote getalen hier naartoe gekomen. Gekomen om gezamenlijk met de kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen De Westhoek en de Beatrixschool gehoor te geven aan de betrokkenheid die wij met z'n allen hebben en voelen bij de gevallenen uit die afschuwelijke oorlogsjaren en in het bijzonder de gevallenen uit onze eigen gemeente Goede Reden. De groepen 7 en 8 zijn er ook aanwezig om vandaag aan die adoptie invulling te geven. Onze gemeente kent door dit adoptieproject een heel bijzondere dodenherdenking, waarbij jullie, jongens en meisjes, een cruciale rol vervullen. Waar geprobeerd werd om de namen hier achter mij uit te geven. Op woensdagmiddag sijpelde de berichtgeving door dat er zich een catastrofale explosie had voorgedaan op de Oudorp 1 en dat daarbij 3 mensen het leven lieten. De gang die avond naar IJmuiden, samen met de familie en de hereniging van de overlevenden en de redders van de Goeree 4 en Goeree 31, staat bij mij in mijn geheugen gegrift. Zoals die nu is gekozen, hier naast het oorlogsmonument, heeft eigenlijk van begin af aan niet ter discussie gestaan. Daar waar we weten dat elders op de wereld projecten worden gestart om oud oorlogstuig op te ruimen, denk aan de vele mijnenvelden die overal in de wereld liggen en die na vredesakkoorden nog jarenlang vele slachtoffers eisen, had niemand ooit verwacht dat ook hier in Nederland, hier op die grote, diepe Noordzee, 60 jaar na dato, 3 vissers gedood zouden worden door achtergebleven oorlogstuin voor uw betrokkenheid en uw wellevendheid. Ik wil de families van de Klooster, Meijer en Van Belzen vanaf deze plaats alle kracht en sterkte toewensen in deze moeilijke dagen. Besef u dat door zo intens stil te staan bij het overlijden van uw dierbaren en de publiciteit daaromheen, dat wij ons terdege realiseren dat daardoor deze dagen wellicht nog zwaarder worden ervaren. Bijzonder woord van dank voor de heer Van Nelis voor zijn voorbereidende werkzaamheden en verder voor ieder die zijn bijdrage heeft geleverd om deze plechtigheid goed en waardig te laten verlopen. Rest mij om de familie en de genodigden uit te nodigen om samen met ons terug te gaan naar de kerk, zodat we daar op een waardige manier de plechtigheid kunnen afsluiten. En nog eens met elkaar samen kunnen zijn om de gevoelens van deze middag met elkaar te kunnen delen. Dank u.
Goedemorgen dames en heren, jongens en meisjes. Wat een binnenkomst, burgemeester. Fantastisch, prachtig plaatje. Nee, dat hadden wij niet geteld. Klopt. Ja. Maar rekening mee houden, wordt het altijd prachtig weer. Het ziet er weer fantastisch uit, de kramen zijn weer prachtig gevuld. Alle mensen zijn weer opgetogen. Het is weer echt een dag voor een boerenlanddag. Nagedacht over het feit dat ik op die manier binnengereden zou worden. Dat doet me overigens goed als je zelf ook een boerderij hebt en toch aardig weet wat er gaande is op dit gebied. Maar dit ging mijn verwachtingspatroon in ieder geval ver boven. Geweldig zo'n ontvangst. Ik denk dat het op voorhand een bedankje is aan de organisatie om het op deze manier te doen. Ik wilde eigenlijk, voordat ik mijn toespraak begon, in ieder geval ook het bestuur van de zaadteeltvereniging bedanken. Want ik heb zojuist, toen wij nog een bakje koffie dronken, heb ik nog iets gekregen als het gaat om ter herinnering aan de opening van het gemeentehuis gisteren of afgelopen donderdag. En ik wou het u niet onthouden, want het geeft eigenlijk heel duidelijk aan waar het over gaat en waar Goeree nu helemaal zo bekend om staat. En dat is dit plaatje. En ik zal ervoor zorgen dat dit een geweldige plek krijgt in onze in Aandorp. En van de zomer was ik drie weken gewoon bij mezelf op de boerderij doen. En toen ik terugkwam hier voor het eerst half augustus om te gaan werken, toen viel mijn oog op de tractor die buiten Oudorp inmiddels was geïnstalleerd. Met hooi, stro. En ik dacht, goh, een beter iets om aan te geven waar Oudorp, zeker de gemeentegoederijen, groot door is geworden, dan is dat een publiekstrekker waar je u tegen mag zeggen. Ik denk dat het een compliment op voorhand waard is voor diegenen die hebben bedacht om op deze manier aandacht te vestigen op het feit dat het vandaag 3 september Boerenlanddag is. Het heeft natuurlijk op agrarisch gebied sowieso veel te bieden. Naast de traditionele akkerbouwbedrijven kunt u ook hele gespecialiseerde teelten tegenkomen. En vandaag krijgt u een overzicht van vroeger en nu. Een kijkje in de keuken en zal u duidelijk worden wat een veelzijdigheid aan producten hier worden verbouwd. Allerlei kleine kleurrijke perceeltjes sierden de akkers. De grootte van de percelen, de kwaliteit van de grond en het klimaat droegen bij aan het succes van deze teelt. De opkomende mechanisatie, het groter worden van de bedrijven en de benodigde arbeidskrachten en de verslechterende omstandigheden in de agrarische sector waren debet aan het feit dat deze teelten steeds minder werden opgepakt. Arbeidsintensief als ze zijn, kwam dat ontzettend onder druk te staan. In 1997 is het project Behoud Bloemzaadteelt uitgewerkt. Er stond een indringende samenwerking tussen de diverse partijen uit de agrarische en de recreatiesector. Kennis te maken met ons mooie achterland en de bedrijven die daar gevestigd zijn. Dames en heren, ik noemde zojuist al de naam van de zaadtelersvereniging Zaad, Plant en Bloem. Een actieve vereniging die middels afvaardigingen en andere besturen ook actief betrokken is. Goedemorgen. En mevrouw Tanis. Dames en heren. De heer Tanis heeft onlangs zijn lidmaatschap van het bestuur na 38 jaar beëindigd. Daarvan was hij 16 jaar actief binnen de vereniging als secretaris-penningmeester. Hij heeft zich met name voor de promotie van de bloemzadenteelt bijzonder ingespannen, stak veel energie in de contacten tussen telers en handel en probeerde met de leden oplossingen te vinden op milieu- en bestrijdingsmiddelengebied.
En dat alles met het doel de recreant meer bekendheid te geven aan de bloemzaadteelt, op de in de zomer zo mooie Kop van Moeree. En met name op die manier proberen de toeristische belevingswaarde van het gebied te vergroten. En uw doorzettingsvermogen en overtuigingskracht waren hard nodig om uiteindelijk het project van bloemzaadzakjes van de grond te krijgen. Dat uiteindelijk andere factoren, hoge kosten, dat uiteindelijk niet levensvatbaar zou blijken, was voor u geen aanleiding de handen in de ring te gooien. Immers, de grote doelstelling, het product weer die plaats geven die het verdient, en de brug die geslagen was tussen de diverse partijen uit de agrarische en recreatiewereld, dat was uiteindelijk de grote meerwaarde van het project. Met deze dag, de Boerenlanddag, als een geweldig evenement voor ons allemaal. In 1991 tot 2003 heeft de heer Thales in diverse functies de stoffelijke belangen van de Nederlands hervormde gemeente in Oudorp behartigd. Tevens zorgt hij voor de tuin van de pastorie. En vanaf 1992 is hij samen met zijn vrouw gastgezin voor de gastpredikanten van de gemeente in Oudorp. Kortom, de heer Thales heeft zich al gedurende vele jaren ingespannen voor onze samenleving. En daarom, Thales, mag ik u te midden van hier deze mensen allemaal en op de dag die u na aan het hart ligt mededelen, dat op voordracht van de heer Van Huizen en ondersteund door de bestuursleden van de Zaadtelersvereniging, de VVV Oudorp aan Zee, de Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Gemeente in Hersteld Verband, LTO Noord en Shalom Zorgvoorzieningen, het Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft behaagd u het besluit van 5 juli 2005 te benoemen tot lid in orde van Oranje Nassau. Namens ons allemaal van harte gefeliciteerd. Je handje kan je malen. Maarten Thales, dames en heren. Een ondernemer in hart en nieren. Een voorbeeld voor al die vrijwilligers. Een sociaal bewogen mens. Iemand die staat voor zijn zaak. Hij die de bloemzaad teelt, weer nieuw leven inblies. Die onderhandelde, de boer opging en gedurende 38 jaar zijn vereniging van de zaadtelers zaad, plant en bloem als bestuurslid trouw bleef. Hij verdient het om op deze speciale dag, zijn Boerenlanddag, de versierselen te worden opgespeld. En het zal u duidelijk zijn dat ik dat met heel veel plezier en enorm veel respect en waardering nu namens Hare Majesteit ga doen. Dank u wel. Dames en heren, na deze geweldige woorden van de burgemeester wil de heer Thales ook graag nog even het woordje tot u richten. Dus even graag een ogenblik voor de heer Thales. Goedemorgen allemaal. Ik heb echt weinig woorden, want ik ben er stil van. Dat had ik niet in. De vrouw die wist het, nu weet ik dat als het wist. Nu weet ik dat ze het wist.
Ik zou zeggen, die hier aan meegewerkt hebben, Alvin, zeer hartelijk bedankt en ik hoop dat nooit tevreden. Ook namens de Boerenlandbouwcommissie hebben we een, dat staat natuurlijk niet in verhouding met, maar goed, wij hebben nog een klein presentje ook namens de Boerenlandbouwcommissie, dus de organisatie die het mogelijk maakt om hier de dag weer te houden. Dat wil ik u graag even overhandigen. Ja, we kennen elkaar al heel lang. Ja. Ja, even uitpakken. Mooi. Nogmaals, van harte bedankt. Schitterend. Maar dat weet je ook wel af. Maar ik wist toch niet dat het hard genoeg was. Rudy Thalens, nou, geweldig middelpunt van vandaag. Ik mag de hele dag in het zonnetje staan. Fantastisch. Maar we hebben nog niet officieel, ondanks dat de burgemeester met een prachtige rit hier naar voren is gekomen, op deze mooie aangeklede kar, hebben we de officiële opening nog niet gehad. Want er staat hier nog een onderdeel van. Dus dat moeten we nog doen. Willen we echt allemaal gaan beginnen vandaag aan de Boerenlandbouw. De burgemeester wilde nog even uitnodigen om nog één handeling te verrichten. Aan de wandmolen draaien. Aan de wandmolen, ja. En met deze handeling is de 7e Boerenlanddag 2005 officieel geopend. Strekken schot de wedstrijd beginnen. Want ze hebben de eer dat deze twee mensen, burgemeester Rabeling,
Ja, ik zal daar niet al te veel commentaar op geven. De clinic was wel... En ik moest vanochtend aan de... Ergens in Nederland ook een plek is waar dat zou kunnen, dan is het hier. En toen zijn we begonnen met het bedenken van een EK. En dat bedenken is omgezet in een dag. Meer onder de aandacht van het publiek ook. Dat daar meer gebeurt rondom de week. Waar te gast zijn hier aan de Brouwersdam, hotspot. Ik denk ook dat de beide gemeentebesturen op prijs stellen dat die ontwikkeling verder gaat de komende jaren. En wat is niet mooier dan om deze wedstrijd hier te krijgen. En ik was heel verbaasd, u zegt steentjes werpen, wij zijn gewend steentjes te leggen. Dan kan het tot iets groots uitgroeien. En ik heb daar straks tegen u gezegd van Europese kampioenschappen, wereldkampioenschappen, wordt het straks ook een Olympische sport. En toen zei u tegen mij, ja, dat wordt het misschien, maar op een alternatieve manier. Nou, dan weet ik zeker dat wij bereid zijn om die Olympische Spelen, een soort alternatieve Olympische Spelen, dat als die hier kunnen plaatsvinden, geweldig zou dat zijn. Ik heb als kind deze dam zien bouwen. Met blokken, met een kabelbaan. En ik heb als opgroeiende zelf ook deze dam zien ontwikkelen. Dan kan het eigenlijk niet kapot en dan vind je gewoon als burgemeester dat je daar bij moet zijn. En bedank ik de organisatie dat ze ook goede reden hebben uitgenodigd om hier een steentje mee te mogen deze gooien. Dag. Maar ook met de komende evenementen. En laat het weer een mooie parel worden aan al datgene wat we hier op de Brouwersdam aan elkaar krijgen. En waardoor die hotspot alleen maar meer nationaal en internationaal op de agenda komt te staan. Dank u wel en een mooie dag toegewenst. And if you have not registered already, please do so at the white tent in the white. Ik heb wel een plaatje op het gemeentehuis. Maar deze zijn ook echt vastgekomen. Ja. Even met de burgemeester. Ja. Gaat zo hoor. We moeten een blik naar achteren. Zo moet je hem toch ook alweer vasthouden. Zo, wijsvinger aan de bovenkant, duim erop. Eerste en je middelvinger Europees kampioenschap standskering gaat met 1, 2 of 3. Moeten we het plaatje wel compleet hebben? Ja. Oh, wat betekent dat weer? Dit was even voor de voorblog. Rood, groen. Twee keer groen. 3, 2, 1, rode wet, groene. Ik heb meer dan 8 Ik weet niet of dit. Ja, ik ben het enige echte. En met wat ik ook. Ik was wel zo aardig. We have the great honor that Mr. Donald Melville, a.k.a. Melon, he will explain what the nickname is to you personally. He just arrived at Schiphol. Donald and I will lead the first European Championship in Easdale. Fantastic.
stadion. De dead game hier bent. Het is gewoon een organizer. Hij is een beetje bezorgd over de afstand. Ben benieuwd. Woo! All right.